Deze beschouwing, die gaat over hoop. Het is nu een donderdag, 17 juli. Het is één uur smiddags. Zo dadelijk moet ik naar mijn werk. Dan ga ik weer interieurverzorging ding doen. Dat is gewoon schoonmaken. In de gehandicaptenzorg. Ik heb vanmorgen via de mail contact gehad over mijn uh, rooster voor de komende weken. En de eerste week van augustus zit ik, voor, nou, zit ik op doelstelling. Qua aantal uren, dat is voor mij erg belangrijk. Want ik werk geen 40 uur in de week. Wil ik ook niet. Ik wil tijd over hebben om, ja, om dit te kunnen doen, wat ik nu doe voor jullie. En ik programmeer, computer programmeren. En dan de rest van de tijd, ja, kijk, mijn dochter is uh, volslagen zelfstandig. Dat kost mij helemaal geen tijd meer. En familie en vrienden en kennis, ja, daar hoef ik niet elke dag weer op bezoek hoor. Nou, naar de kroeg gaan, dat doe ik niet meer. Dat scheelt me ook al etterlijke uren. Alcohol drinken doe ik ook niet meer. Dat scheelt me ook al etterlijke uren. Dus dan heb je een hele hoop ja. vrije tijd. Maar die ga ik dus niet vullen met werken. Dat, uh, het geld heb ik niet nodig. En wat ik niet nodig heb, nodig wil ik ook niet. Nou, dit gaat over hoop. Als je kijkt naar de wereld, met de kennis die ik heb, Um, als je daar meer van wil weten. Ik heb mezelf voorgenomen om meer reclame te maken voor mijn eigen werk. Want ik heb echt hele mooie dingen gemaakt op internet. Goede verhalen. Geen onzin in zo. Ik zal even mijn kanaaltje erbij pakken. Het is een hele hart. Ik hem er even bij hoor, even scrollen. Kreeg ik kreeg dus nog een, een dingetje op van. Een vriendin of een ja, van zus is het eigenlijk. Is een, een vrouw op leeftijd, en die vindt mij wel gaaf. Die heeft me nooit gezien, maar het gaat om beschouwing 51. De wereld van toen. Nu. En in de toekomst. Op de. Ja, die is goed, hè? Beschouwing 51-051, die moet je hebben. De wereld van toen, nu en in de toekomst. Zo'n 4 juli, dat heb ik dus uh, twee weken geleden, is die erop gezet. Zit er zitten 12 views op. En... Dat is relatief veel voor mij. Maar het mag natuurlijk wat meer zijn. Want het zijn. Het zijn hele goede. Maar kijk maar even wat je er leuk aan vindt. Sorry. Ik zie dat in mijn analytics dat er uh, ook van uitzendingen van een hele tijd terug, voor weken geleden. Dit was dan in de vijftigen als we naar de analytics gaan. En kijk tot zien. Want in de laatste zeven dagen. Ja, zijn er toch ook weer ouderen bekeken? Eentje nee, dat ja, is wel een van, van acht, acht uitzendingen, meer dan acht uitzendingen geleden. Moeders die hun kinderen kapot maken. Ja. Toen nog behoorlijk goed bekeken. Ze zijn mensen die eh, toch nog ook nog de moeite nemen om die oudere dingen erbij te pakken. En dat mag ook wel. Ik zet ze erop met alle plezier. En, uh, het zijn dingen voor de eeuwigheid hoor. Ook al gaan ze over alledaagse dingen. Uh, er verandert niet zoveel in de wereld, namelijk van dag tot dag. Er veranderen wel dingen, maar. Uh, Niet echt veel. Dingen gaan langzaam. Nou, het onderwerp is hoop. Hè? Is er hoop? Nou, punt 1. De gedachte aan hoop, die zal je nodig hebben. Of je sluit je ogen voor dat wat er aan de hand is en dan valt het allemaal wel al mee. Ik zet even aan de microfoon. Ja, dat kan je ook doen. Dan interesseert het je allemaal niet zo veel, omdat je denkt, van, ach, ik leef nog. En, uh, en uh, dan en dan ga ik met vakantie en uh, die vervelende buren die gaan volgend jaar verhuizen. En, uh, met mij gaat het wel goed. Maar kijkend naar de wereld en alles wat je ziet en al die... Ja, die vreemde oorlogen met landen waar we niks mee te maken hebben. Dat is toch ook raar. Ik weet nog dat ik Ik hield toen nieuwsbesprekingen samen met Mira, van Talk to Mira, uit Amsterdam komt ze. En dat bereidde ik dan voor door in de kroeg waar ik toen nog regelmatig kwam, daar nam ik oude kranten mee. En dan de leuke dan eruit, hè? Ging ik daar even zitten, bestelde ik een biertje met een biertje in de hand. Uh, even door die kranten heen bladeren. En dan de kranten met de leuke berichten, die nam ik mee. Er stond er ook eentje in dat we bezig waren om uh, de landgrenzen te verdedigen. Ergens in Afrika. Ja. Stond er letterlijk, hè? Het ging toen om. Mali? De, de zuidgrens van Mali? Daar waren Nederlandse soldaten bezig. Sinds wanneer ligt de grens van Nederland bij Mali? Dan kan je denken van, het de, de is helemaal in Mali, dus het zal mij verder uh, niet malen. Of zo. Dat maal ik niet om, dat het in Mali is. Ja, maar het is wel raar. En ja, ik, ik heb mannen gesproken die hebben gediend in het leger. Die zijn teruggekomen met uh, traumatische toestanden. Eén zo'n geval was een jonge man en die, ja, die kon helemaal niet meer slapen. Na alles wat hij had meegemaakt in Bosnië of zo, Libanon. Zo. Allemaal landen waar we helemaal niks mee te maken hebben. In dat geval in Bosnië, dat was echt heel schrijnend. Waar wij een groep eh, Mohammedanen moesten verdedigen in een enclave met punt 1 veel te weinig wapens. Terwijl degene waar. Er was oorlog tussen de Mohammedanen en de Serviërs. En de Serviërs, die, die gaan door voor een. Ja, een groep of zo, of een, een, een regio of zo. Uh, met. Uh, die hadden de, de vierde vier, op, op, op vier na grootste legermacht van deze aarde. Serviërs die. Ja, ik heb een tijdje gedate met zo'n Serbische vrouw. Die heeft me het een en ander van verteld. Haar vader, die was uh, officier in het leger. Dat was heel gebruikelijk bij de Serviërs. Was je Serviër? Zat je in het leger? Ja. En dan moet je als Nederlands bataljon, Dutch bat, Dutch battalion, moet je een hele grote groep mensen gaan verdedigen tegen dat leger. Met wat? En toen bleek ook nog dat die Mohammedanen in die uh, enclave, Schebrenica is dat. Het? die deden s'nachts uitvallen naar Servische dorpen. Huh. Ja. Ja, dat was wacht op problemen natuurlijk. En toen kwamen die boze Serviërs, die waren boos en ik denk terecht, hè. Die kwamen eraan. En dan. Uh, er kwam er helemaal geen enkele steun vanuit Nederland. Die jongens werden aan hun lot overgelaten. En die, die man, die Karremans, de hoogste officier daar, die moest een speech voorlezen. Dat was hem, hij had niet eens de eigen keuze. Nee, hij, hij kreeg een, een, een document in handen geduwd. En die zei, nou lees dit maar voor op tv. En die man heeft dat netjes voorgelezen. En vervolgens is hij afgerekend op de inhoud daarvan. Alles kwijtgeraakt. Het laatste wat ik van hem zag, was dat er een documentaire film over hem gemaakt was. En toen woonde hij in een camper. Hij is huis kwijt. Kijk, dit is de dagelijksheid waarin wij wonen. Waarin we leven. Die is te gek voor woorden. We hebben een secretaris-generaal op justitie gehad, Joris Demmink. Die heeft achtergesloten deuren, weliswaar. Maar heeft hij toegegeven aan journalisten van de G-krant, dat homoblad, En de Panorama. Zo'n sensatieweekblad. Heeft hij aan de journalisten van die twee magazines, weekbladen of whatever, doorgegeven dat hij seks heeft gehad met minderjarige jongens. Tegen betalingen. Dat is het overtreden van de wet. Die man heette Joris Demmink. Die is gewoon met pensioen gegaan. We hebben hem nog een feestje gegeven ook. En iedereen is Joris Demmink alweer vergeten. Ja, ik niet. En wij krijgen dan een rookverbod. We mogen niet roken in de kroeg. Nee, want dat is heel erg. hoor. nee, als je rookt in de kroeg. Nou, dat kan niet hoor. En ik denk, je, wat nou? Nee, je mag wel uh, seks hebben met minderjarigen. En dat heeft Joris Demming laten voorlezen op het NOS-journaal. Ik denk op advies van zijn advocaat. Die zei, nou zo gaan we er wel mee wegkomen, Joris. Achter gesloten deuren uh, mag je het hele verhaal vertellen. Op het NOS-journaal doen we er eventjes melding van. En dan is iedereen het al lang weer vergeten en kan jij fijn met pensioen. Afgesproken. En vanaf nu eventjes geen uh, stoute dingen meer doen met uh, minderjarigen. Wacht daar maar mee tot je met pensioen bent en woon je op Ibiza en daar zijn ook jonge knaapjes die zichzelf de schande willen maken. Ibiza of hoe heet dat andere eiland? Mallorca ofzo. Als je dan kijkt naar al die dagelijkse dingen, man. En dan de pauze die maar doorgaat. Iedereen denkt dat uh, communisme, fascisme en uh, de katholieke kerk, dat is allemaal voorbij, dat is van het verleden. En nu wonen wij in een vrije, democratische samenleving. En oh, wat zijn we blij. En die mensen hebben helemaal niet in de gaten dat de democratie, wat wij hebben, dat dat een verkapte vorm is van fascisme of communisme. Om we worden bedolven onder regelgeving en de overheid bemoeit zich overal mee. Kinderen zijn niet langer van de ouders. Nee, kinderen zijn van de staat. Tja, echt waar. Ja, ze voeren zo'n hele campagne dat al die vrouwen die moeten gaan werken. En waar is dat dan weer van nodig? Waarom moeten vrouwen werken? Kijk, als vrouwen willen werken, door mijn oma van mijn vaders kant, toen de kinderen de deur uit waren, toen wilde zij wel, ja, weer een baantje oppikken. Ja? Nou, dat vond mijn opa niet goed. Dus, nee, ik ben hier de kostwinner. Nou, daar heeft mijn oma wel van gebaald. Maar toen ging ze vrijwilligerswerk doen en dat vond mijn opa niet erg. Nou, nou kwam mijn oma kwam toch aan haar trekken. Was ze lekker overdag bezig en dan gaf ze handwerkles aan jonge meisjes. Of meisjes, aan jonge vrouwen. En dat was gratis en voor niks en dat vond mijn opa goed. Maar geen geld verdienen, want dat deed hij. Nou, dan hebben ze die vrouwen helemaal gek gemaakt. Van, uh, ah, dan moet je dit en dan moet je dat en jij moet ook. En dan gaan die vrouwen dat allemaal denken dat het nodig is. En dan komen ze tot de ontdekking dat ze dan geen tijd hebben om voor de kinderen te zorgen. Ja. En wie springt er dan in? Ja, de staat natuurlijk. De staat wil niets liever. Maar zorg voor de kinderen, laat dat maar aan ons over. Dat slaat toch helemaal nergens op. Wees eerlijk. Kinderen moeten ervoor moet gezorgd worden door papa en mama. En dat je een geval hebt met een echtpaar die allebei heel hard uh, dingen willen doen, dat kan natuurlijk. Maar dat is dan aan de individuele gevallen. Maar wat er nu gebeurt is dat dat kinderen wordt ingeprint dat ze, als ze zelf zodale kinderen gaan krijgen, dat dan mama moet gaan werken. Ja, maar dat is de bedoeling niet. Dat, dat slaat nergens op. Er zijn tijden geweest. dat wij in het Westen. een fatsoenlijk bestaan hadden. met alles erop en eraan. Dus allemaal Iedereen had kleren, iedereen had een woning. iedereen had een bedje, iedereen had te eten en te drinken. En een feestje op zijn tijd. En, ja. En er dan er, er werd er gewerkt door de mannen, punt 1, uitsluitend. En die mannen die werkten geen 40 uur in de week, ben je hem af. Uh, 20 uur in de week of zo werd er gewerkt. En dan was het klaar hoor. Dan was het genoeg geweest. Meer was er niet te doen. En nu werken mensen zich drie keer in de ronde. En voor wat? Ja, ik doe dat dus niet. Hè? Ik, ik weiger het. Ik ben een nou, nou interieurverzorger. Dat is nog. Ik <laughs> moet schoonmaken. Uh, interieurverzorger hoor. In, in de gehandicaptenzorg. En ik ga zo dadelijk, uh, om drie uur, uh, sta ik weer achter de waskar. En dan is het uh, doorbuffelen tot zeven uur vanavond, en is het weer gebeurd van vandaag hoor. En er is ook een dienst, en die heb ik al gezien, en die heb je acht uur op een dag. Nou, die ga ik ook draaien. En als ik die dan, ja, twee keer in de week draai ik die dienst. En dan nog één keer in de week een halve dag. En dan, ja, dan is er van Joris, uh, dan ben ik klaar. Ja, misschien dan nog uh, twee, dagen, ja, twee halve dagen erbij als ik 24 uur in de week werk. Het is geen vetpot. Ik, bedoel, ik kan daar niet twee keer weer op vakantie. Maar dat wil ik ook helemaal niet. Ja, dus mijn opa en oma die gingen één keer per jaar gingen ze twee weken naar Kortenhoef. Dat is een klein dorpje in. Oh, Zo'n waterrijk gebied in de buurt van Vinkertveen. En dan gingen mijn opa en zijn broer die gingen de hele dag uh, vissen. En die vrouwen die gingen uh, een beetje het huis schoonhouden. Die huisjes schoonhouden. En boodschappen doen en zo. En s'avonds gingen ze klaverjassen met z'n allen. Het ene echtpaar tegen het andere echtpaar. En dat was het dan. En dan de andere dag weer wakker worden. En dan gingen die mannen die gingen de hele dag vissen. En <laughs> dus ging het maar door. Ja, ik zag je ook met vakantie. Ja. En dat gevoel, dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. Dus, uh, wij werken maar als idioten. En voor wat? Door hoe meer geld je hebt, hoe meer je het gaat uitgeven hoor. Ik weet nog een tijd, toen had ik een, een baan, jongen. Oh, men toen hard gewerkt. Helemaal tegen mijn principes in principe, maar. Dat was in een eigen zaak en dan denk ik bij de paard. Nou, uiteindelijk is die zaak helemaal viert gegaan. Er hebben geen reet aan overgehouden, behalve een hoop belastingsschuld en een hoop kopzorgen. En ik moet werken, man. 60 uur in de week, 70 uur in de week. Wauw. En dat verdiende ik wel lekker. En dan ging ik op vakantie en dan jakkerde ik in twee weken tijd een, een maandse salaris erdoorheen. En dan ging ik weliswaar helemaal naar Tunesië op vakantie. Maar. En wat, ja. wat was er nou te beleven in Tunesië? Helemaal niks. Toen lag ik elke dag lag ik dan aan zo'n uh, zo zwembad-ding-toestand. En om twaalf uur smiddags, niet te vroeg, want twaalf uur middags begon ik met bier drinken. En dan boekjes lezen. Ja, dat had ik net zo goed thuis ook kunnen doen. Maar je vriendin die wil dan of zo, hè? Ja, die wil dan bruin worden. En ja, dan doe je dat maar, maar je hebt het helemaal nergens voor nodig. Hè? En maar werken, en maar werken. En een uitzien, een rijkhalsend uitzien na de vakantie. Dan wanneer kan ik weer met vakantie? Ik ken ook het verhaal van een vrouw en die heeft een eigen bedrijf, een eenmans dingetje. En dan had dus een familie tegen haar gezegd van, nou, wat jij moet doen is je moet stoppen met dat kantoor te huren. Want dat kantoor dat kost je al uh, honderden in de maand en ze woonden op een ja wel een leuk plekje, een Amsterdam, erg wat toeristisch gebied en zo. Iedereen wil daar wel wonen, was ook uh, knetterduur. En dat familielid had tegen haar gezegd, weet je wat jij moet doen? Je moet ergens een appartementje huren, gewoon heel gewoon bij de woningbouwvereniging. In een leuke flat met een lift. En dan heb je vast wel een kamertje over. En in dat kamertje, dat richt je lekker in. En dan ga je van daaruit lekker werken. Dan scheelt je al met al, als je dat een beetje aanpakt. scheelt je duizend euro in de maand aan kosten. En dat doet ze dan niet. Nee, ze blijft maar al in het dure pand zitten. Nou, lekker uh, toeristisch. Uh, mooi van, uh, van Amsterdam. En, uh, ja, alles is super dichtbij. En, uh, ja, kost hem wat. En dan ook nog een kantoor. Helemaal in het centrum. En dan zitten er dan andere hippe bedrijven, die hebben daar dan ook kantoor. Maar ja, het maakt voor haar business geen donder uit. Want zij werkt voor grote bedrijven. En dat werkcontact dat is alleen maar via e-mail. That's it. Het enige wat zij hoeft te doen, dat is. Uh, ja, s morgens uh, opstaan, koffie zetten, ontbijtje. en dan uh, achter de, de mach machinetje kruipen. En dan al die mails gaan beantwoorden. en in een database graven. moet ze op zoek naar gegevens en alles. En al die gegevens doorspelen. en dat uh, is het dan. En altijd een mobieltje buiten. Dus dat kan gewoon overdag. als ze boodschappen gaan doen. en als er dan gebeld wordt of zo. neemt ze een mobieltje op. Kan zo rustig even naar de supermarkt hoor. Ze hoeft helemaal niet de hele dag op kantoor te zijn. Trouwens, haar kantoor is gewoon een kamertje, snap je? Maar nee, dat doet ze niet. En het was een heel goed advies van dat familieled. Ja. En al die alleenstaande moeders, ja. Ik vind het niet goed hoor. Het ja. is een drama. Door de vermoeden van mijn kind heeft mij ook de deur uitgezet. Ja. Dat sloeg helemaal nergens op. Ik deed elke dag de afwas. Dus ik hielp, ik hielp in de huishouding. Zeker nog, Ik deed 75% van de huishouding. Je hoeft niet te denken dat ik haar ooit heb geslagen of zo. Of dat ik. Uh, Anderen echt niet. Ik ging ook niet vreemd. En ik ging altijd mee als er dingen in de familie waren. Maar zij helemaal doorgedraaid. Ik wil een scheiding. En, ja, waarom dan? Nou, Dat wisten ze dan ook niet, maar ze, ze wilde het graag. En dan moet dochter maar afknijpen. Zo van: als ik niet gelukkig ben, dan mag jij het ook niet zijn. Of zoiets. Daar ja, is er dan hoop, snap je? Onze regering die doet absoluut debiel. En in onze directe omgeving, ja, ik weet niet hoe het bij jou is, bij jou is misschien iedereen rationeel, ik hoop het voor je. Al die, al die echtparen met kinderen, die blijven gewoon lekker gezellig bij elkaar. En als er een vakantie geboekt gaat worden, dan gaan we gewoon naar de camping in Terlaar. Dan hebben we een vaste staanplaats? Dat is lekker goedkoop. <coughs> maar waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk zitten in jouw uh, omgeving ook allemaal mensen die uh, aan de slag moeten. En een dit en een dat. Die willen ze nodig dit en die willen ze nodig dat. En is er dan hoop? Ik zeg van wel. Ja. Ik, ik blijf erbij dat het gedrag van de overheid en het liegen... en het slechte opvoeden van de kinderen, wat gebeurt door de ouders... het belachelijke onderwijs, wat ze verplicht... ook nog een keer, je moet je kinderen verplicht naar het onderwijs brengen... terwijl ze daar aantoonbaar geen bied leren... Zelfs op de HAVO en de MAVO, daar, daar wordt niet meer de kwaliteit gedoseerd van vroeger, hoor. Maar dan moet je kind dan wel naartoe. Schande. En ondanks dat alles, denk ik van ja... Kijk, wij mensen hebben de vrije keuze om de zaak serieus aan te pakken en ons mens zijn eer aan te doen. Dat mogen wij zelf kiezen hoor. Daar hebben wij zelf helemaal de hand in. En die keuze die wij daarin maken, ja die is vrij. Er is niemand die ons ook maar iets verplicht. En dat is zo bedoeld en dat is ook goed dat het zo is. Dat mag niet anders zijn. Want anders leren wij het niet. En dan kom je gelijk aan het punt waarom ik dus van, van over, erg van overtuigd ben. dat er hoop is. dat is omdat ik een doel zie. voor dat wat heet het leven. En dan gaat het met name. om het menselijke leven. Want een dier. Of een plant, ja die zijn al perfect. Daar valt niks meer aan te verbeteren. Het <laughs> is wel grappig dat ja, wij doen dus aan dieren en planten verbetering. Dus dat wij eh, bepaalde dieren vinden wij niet perfect genoeg en die gaan wij dan veredelen. Dat doen we met honden, dat doen we met katten, dat doen we met koeien, dat doen we met paarden. Dat, ja. En dat doen we ook met planten. We gaan er zo ver in dat we zelfs op DNA-niveau... Gaan we, gaan we genetisch gemodificeerde organismes maken. Ook, Want het is niet goed genoeg. Maar dieren zijn, wat mij betreft hoor, zijn ze perfect. Mensen, die niet... Verre van dat. Hè? En het wordt beter. Moet ik zeggen. Je ziet vooruitgang. Alleen dat zijn hele kleine dingen. En het speelt zich af over een hele lange periode. Maar er komt. Ja, langzaam, heel langzaam komt er. Meer moraliteit in de wereld. We neem een boek als de Bijbel, wat voor mij dan, als westerse mens, is dat het boek, zou het voor jullie ook moeten zijn. De Bijbel die, die gaat als nooit tevoren. Jaarlijks worden daar 100 miljoen exemplaren van bijgemaakt. 100 miljoen. He, dus per, als je even uitgaat van 10 miljard wereldbewoners, dan worden er per 100 wereldbewoners, per jaar, wordt er één Bijbel gemaakt. Elk jaar weer opnieuw. Dat is heel behoorlijk. Zoveel boeken wordt er van geen enkel ander boek verkocht hoor. De boeken van Harry Potter, dat... <laughs> ja, dat gaat dan door voor een van de meest verkochte boeken van de laatste 10, 20 jaar of zo. Ja, de Bijbel, dat is niet te vergelijken. 100 miljoen exemplaren per jaar joh. Dat mag toch wat zeggen hè? En dat niet uh, het laatste jaar, nee, dat is al heel erg lang zo. En de Bijbel dicteert ook dat er een, een ontwikkeling is en dat we midden in die ontwikkeling zitten. En wij leven nu in de dagen. Die de Bijbel benoemt als de antichristelijke dagen. Want de antichrist is gekomen. Dag je dat even weet. De antichrist, dat is een karakter uit de Bijbel. En die is ja, het tegenovergestelde van Christus. Op alle fronten. En als je dan kijkt naar. De wereldregering. Want die eerste? Dan nou, kan je zeggen: nee, nee, we hebben in Nederland een eigen regering. Ach, man, gaat toch fietsen? Er is al lang een wereldregering. Alleen die. Ja, ze zijn er nog niet helemaal uit. Want uh, zogenaamd is er ruzie tussen uh, Donald Trump en uh, Vladimir Poetin. En dat kan dan weer in de krant staan en dan la la la. maar achter de schermen is er helemaal geen enkel probleem tussen Amerika en Rusland. Dat staat alleen maar in de krant. Dat geldt ook voor die toestanden met Iran. Dat zijn schijngevechten om ons bezig te houden. Ze zijn bezig met het uitrollen van een agenda. En belangrijk is dat ze een hoofdstad gaan hebben voor de wereldregering. En die komt in Jeruzalem. Tenminste, dat waren ze ooit van plan. De vraag is of ze dat nog steeds willen. Ja. Ik weet het niet. Ik heb geen, op dat niveau heb ik geen inzicht. Wat ik wel weet is dat ik afgelopen kerst, dus 2018, was ik uitgenodigd bij mijn jongere vriend, Dirk. En Dirk die wordt ieder jaar uitgenodigd voor de Bilderberg Groep. En Dirk is nou, 20 jaar jonger dan ik. Ze dus zijn maar eind dertig of zo hè? En hij heeft een bedrijf met een omzet van uh, behoorlijk. Hè? op papieren dan, maar... dan nog steeds. Heel behoorlijke omzet. En hij mag dan mee. En dan niet bij de grote jongens, hoor. Maar een soort Bilderberg Junior of zo. En uh, ja, dan ziet hij wel mensen uit de politiek. Jan-Peter Balkenende heeft hij daar gezien... en de hand gegeven en... Uh, hij noemde dus afgelopen Kerst dat ik hem eens dus even sprak nog wat andere namen van mensen die ik niet eens kende. Maar hij zei: ja, dat is die minister van uh, die. Oh, oh, is dat tegenwoordig een vrouw? Ja, zei die, is tegenwoordig een vrouw. En hij zei: ja, het onderwerp voor de komende Bilderberg, die zal inmiddels wel geweest zijn, neem ik aan. Ik heb direct al een tijdje niet meer gesproken. Zo vaak spreek ik hem ook niet. Hij zei, het onderwerp voor de komende Bilderberg is uh, Franciscus. Toen dacht hij, ik, Kijk nou de, de paus? En ik wou nog hem om wat verduidelijking vragen, maar hij heeft dus een nieuwe vlam. En, uh, heeft, hij heeft ook zwanger gemaakt en alles en die duwde hem de baby in handen en zei tegen hem, ga jij eens even zorgen voor een schone luier, Flerk. Denk je dat ik als moeder alles moet doen? Nou, ik dacht het even niet hè. Toen dacht ik twee negatieve dingen. Punt één dacht ik van ja, ik was net met die jongen in gesprek. Ik wilde weten of dit inderdaad ging om uh, Paus Franciscus. Want, ja, het kan iedere Franciscus zijn. Ik heet Perry Franciscus uh, Martinez-Winkel. He? Ik heb ook Franciscus in mijn naam hoor. En punt twee denk ik van ja, meisje, meisje, kan je zelf jezelfje nietje. Omdat een babytje, buien, luiertje, verschontje. Laat je man even praten. Is dat nou... Ja, de seks schijnt erg goed te zijn. Zij lieg ik. Maar goed, de Bilderberg Groep die, die gaat, dus, uh, ja, gaat er maar vanuit dat het, uh, dat het onderwerp was Franciscus en dat het ging over Gorge Mario Bergoglio. En reken maar niet dat ze het er dan over gaan hebben bij de Bilderberg Groep. Waarom Gorge Mario Bergoglio, toen hij hoofd van de Jezuïte Orde van Zuid-Amerika was en zetel had in Argentinië? Ja, hij, was, hij was niet zomaar iemand hè, bij de katholieke kerk. Hoofd van de jezuïte -orde voor het hele gebied Zuid-Amerika. En woonachtig in Argentinië. En in de tijd dat georgen Mario Bergoglio uh, die fijne positie had... toen speelde zich de vuile oorlog af... waarbij de Argentijnse overheid de 30.000 van haar burgers... Heeft laten martelen en uh, doden. En wat heeft Gorge Mario Bergoglio van die misstanden gezegd? Nou, helemaal niks. Snap je? En daar gaan ze het niet over hebben. Nee, dat kan je lekker vergeten. Ik weet niet waar ze het wel over gaan hebben, maar niet daarover. En de paus, met alles wat erachter zit in die hele organisatie, dat is de antichrist. Dat is de bijbelse geprofiteerde en historische antichrist. Dat zag meneer de heilige, wordt hij ook wel genoemd, de heilige Johannes, die zag dat aankomen. En binnen de katholieke kerk wordt er gedaan, uh, dan hebben ze twee stromingen. En die ene zegt, ja nee, de antichrist, dat, is, uh, dat was de Romeinse keizer van die dagen. En, uh, en dat was toen hoor, en het is nou niet meer. Dat heet het preterisme. En die andere stroming binnen de katholieke kerk, die zegt van, nee, die antichrist die moet nog komen, jochie. Die is er helemaal niet, die is uh, in de toekomst. In de toekomst komt hij. Oh, in de toekomst. Nu is het helemaal niet zo. De antichrist is gekomen met de komst van de universele kerk. Want er, moet, er is maar één geloof en dat is het geloof. En dat hoef je niet formeel af te kondigen. En wat je zeer zeker niet moet doen... is iedereen die zich niet aansluit bij jouw vereniging... dat je die dan een kopje kleiner maakt. Dat is absoluut antichristelijk. Dat is anti, de antichrist. Alleen de antichrist zou zoiets doen. Nou, en welke organisatie heeft dat gedaan... Ja, de katholieke kerk natuurlijk. In 1999, dat is nog niet zo lang geleden, 20 jaar geleden, heeft de paus van die dagen gezegd: uh, Ja, trouwens, uh, nog een klein beetje sorry. Ja, over een heel klein stukje van die moordpartijen. Er was kennelijk uitonderhandeld, want het ging om de waldensers. Nou, de waldensers zijn afgeslacht, en de waldensers wilden dan meetekenen... tekenen: Nou, we doen niet meer boos tegen de katholieke kerk, maar dan moet je wel sorry zeggen voor die keer dat je ons hebt afgeslacht. Want toen heeft de katholieke kerk gezegd, van, nou oké, okay, voor deze keer dan gaan we één keer sorry zeggen. We gaan eens even sorry zeggen en dat was het dan. Maar de paus is de antichrist. En uh, die is er nog wel even hoor, die is morgen niet weg. En in dat antichristelijke milieu komt Christus Jezus terug. Dat is ons beloofd. Dat is de hoop. Dus als Johannes gelijk had wat betreft de komst van de antichrist, ja. Als je dat al aanneemt natuurlijk, dan is het een kleine stap om aan te nemen dat die Johannes ook gelijk had in de komst van Jezus. Snap je? Nou dan. En als je het even buiten de bijbelse context trekt en zegt: nou, God is niets meer als de wil die verantwoordelijk is voor. De aarde, voor de wereld, moet ik zeggen. De wereld is veroorzaakt door een wil. Dat is puur logica. Er zit een wil achter deze wereld. Nou, die wil is niet erop gericht dat je zoiets hebt als de paus die allerlei mensen chop, chop, chop en die liegt de hele tijd. En dat seksueel kindermisbruik wat in de, in de katholieke kerk, in de universele kerk speelt. Nee, dat is niet een onderdeel van de wil. Dat, dat kan niet. Het gaat wel om een wil die tot macht komt. Want een wil die niet tot macht komt, of dat niet van plan is, uh, dat is geen wil. Huh? Maar als Christus nu terug zou komen en de bokken worden gescheiden van de schapen, ja, wat houden we dan over? Nee, de bokken van de geiten was het. <laughs> hey, maar wat houden we dan over? Er zijn tellingen gedaan over uh, het voorkomen van psychopathie. Dat is een geestesziekte. Uh, Psychopaten zoals Hannibal de Cannibal. Mensen die alleen maar gaan voor zichzelf. Helemaal geen oog hebben voor een ander. Als ze zelf maar uh, iets te eten en te drinken. En een dak boven hun hoofd. Nou, dan kan de rest van de wereld kan hun helemaal de rug op. Dat is de psychopathie. Dat is de geestesziekte. Letterlijk. Hè? Psychos is geest. Empathie is ziekte. In deze context. Leer je Grieks. Een aantal psychopaten, dat wordt ingeschat in de westerse maatschappij op 90 hè? Oh, Perrie, is overdreven, dat getal. Nee, dat is helemaal niet overdreven. Ja, maar psychopaten zoals Hannibal de Cannibal, die gaan echt mensen afslachten en dat gebeurt toch niet? Nee, dat zei ik er ook net. Het gaat niet per se om afslachten. Het gaat om al het gedrag waarbij je het leed van een ander ziet van, Wa, het is een ander, wat zal het mij het bieden? Ik heb het meegemaakt dat ik een onderneming, we hadden vier fan -outen. Vier gelijkwaardige fan ieder 25% van het aandelenkapitaal. Nou, eentje van die vier was een ongelooflijk moeilijke vent. Uh, die maakte zichzelf niet enthousiast. Uh, nou, anyway, hij gaat op een dag met klachten naar de dokter en die zei, hoeps. En hij bleek een hele vervelende kanker te hebben. Iets met zijn lymfeklierkanker, lymfekliertoestand, daar zat de kanker in. Ja, daar ben je de bok. Heel erg is dat. De vraag is of je zoiets overleeft. Toen belandde die man in het ziekenhuis, het Academisch Medisch Centrum van Amsterdam. Of het Amsterdams Medisch Centrum, hoe heet dat? Het AMC in elk geval. Daarnaast de, de metrolijn en de spoorlijn. Zijn die andere twee fennoten niet één keer langs geweest? Ja. Wat is dat voor mentaliteit? Je kan wel zeggen, het was een eikel. Of hij gedroeg zich als een eikel. Nou, dan ben ik dat op zekere hoogte met je eens. Ik had ook last van die gozerd. Maar ik ben wel langs geweest. Dat iemand zo'n ongelofelijke kankeruitbarsting, uitzaaiing had en kon vrezen voor zijn leven. En niet wist of die levend uit het AMC vandaan zou komen. En dat is wel gebeurd hoor, hij is er levend vandaan gekomen. En... Maar zijn lichaam heeft wel een optater gehad man. Hij is bestraald en chemo en namen. Zijn gezin in paniek, natuurlijk. Ja, het minste wat je kan doen is langsgaan, of niet? Sakkerreinig yeah. dat hij was, man. <laughs> hij zei niet eens dankjewel of zo. een oh, beetje dank. Maar dat is ook niet erg, vind ik. Belangrijk is dat ik ben langs geweest. Ik kon ook niet elke dag. Maar ik ben een paar keer langs geweest. En als Christus, nu tront, als Christus terugkomt, dan komt het onderscheid hè? tussen uh, het afval, de troep, de mensen die geleefd hebben en ze hebben er niks van gebakken. Ze hebben hun leven verprutst, ze hebben de energie verprutst. Ze waren een ergernis voor hun omgeving. Ze waren zelf antichristelijk. Ja, dat gaat allemaal door het afvoerpotje. Die gaan weg. Die, die doen straks niet meer mee. En we moeten, denk ik, wachten op het moment dat het aantal mensen dat zich wel weet te gedragen in de ogen van God, of wist te gedragen in de ogen van God, dat hij zijn zoon opnieuw stuurt. En dan moet je dit voor zien te vertalen naar uh, dat de wil zich opnieuw gaat manifesteren. Daar is een bepaalde hoeveelheid mensen voor nodig. Die conform de wil zijn. Mensen die dus geen vrije wil hebben. Mensen die overgegeven zijn aan de algemene, universele, de enige echte en ondeelbare wil. Daar moet er genoeg van zijn. En dan komt Christus terug. En dan komt de ommekeer. En of jij dat, of ik dat bij leven gaat meemaken, nou, ik, ik zou daar niet te hard op rekenen. Maar dat je kan bijdragen aan de wederkomst van Christus, aan de wederkomst van de wil als menselijke gedaante, aan, hij noemt het maar het lam, het lam Gods, dat je eraan bij kan dragen, dat staat als een paal boven water. Er staat iedereen vrij. Om zich, ondanks het belachelijke gedrag van iemand als Joris Demming en al die mensen die er geen moeite mee hebben. En er zit nog zo'n man in de Tweede Kamer van de 50-Plus partij. Weet die gozer het ook alweer. Maar die weet er ook alles van. En hoor je die man nog over Joris Demming? Nee. Die zit er ook maar vijf 150.000 euro in het jaar. En ik, uh, in... nou, ik werk dan geen 40 uur in de week, en, uh, ja, maar ik zie uit naar 1200 netto of zo. Moet ik nog toeslagen regelen, maar kijken of dat allemaal lukt. Ja. Een verklaring omtrent gedrag... ik ook nog hebben voor mijn baan. <laughs> ik heb helemaal geen strafblad, maar goed. Hè. zullen we dan wel weer zien. Ja. en zo iemand redt nog 150.000 per jaar. denk je? Ja. dat is meer dan 10.000 in de maand. en die kijkt de andere kant op als het gaat om Joris Deming. denk je? Ja. maar daar heb ik niks mee te maken. Die man die gaat waarschijnlijk ook op vakantie naar uh, allerlei vakantiebestemmingen waar ik helemaal niet naartoe hoef. Als ik nog een keer op vakantie ga, dan ga ik lekker naar een camping uh, de waai. Dan kan je op de fiets naartoe, man. Nou, een rugzakje mee met de lende. Ik heb zo'n klein klotenteentje. En dan een paar boekjes. Misschien nog een vriendin mee die een barbecue heeft. Of die de barbecue aan wil steken en dan ga ik lekker met een vriendin in een tentje en uh, een paar dagen uh, lekker niks doen. Lekker slapen op de harde grond. hoop frisse buitenlucht. En al die mensen die voorbij wandelen en altijd zo, uh, iedereen zegt aan elkaar gedag, weet doodmoe van. Zit je een beetje voor je tent, voor de rust. Iedereen die land komt lopen, zegt dag. Of hallo. Dan moet je zelf ook eens zeggen: Hallo, dag. Daar ben je de hele dag mee bezig. En wel een kleine gut die komt bij je tent. Die zegt: Mogen wij de, de vuilniszak in de container gooien? En Dan moet je ze dan een dubbeltje geven of zo. Dan hoef je niet eens je eigen vuilnis weg te brengen, man. En dan s'avonds karaokeavond. Is er ook leuk. Kost helemaal niks. Hè. En bijdragen aan de wederkomst van Christus door je moreel te gedragen hè, tegen je omgeving. Door zachtmoedig te zijn. Door begrip te hebben. Want die, die rotzooi waarin jij je bevindt tot over je oren. Hè, daar zitten andere mensen ook in. Jij moet zeg maar de verstandige zijn. Daar zit de hoop. Daar zit de hoop voor jou. En geloof me nou maar dat er is meer aan de hand op deze wereld dan dat wat staat in de krant. Op deze wereld is meer aan de hand dan dat. Wat staat in de krant? Echt maar. En er gebeuren dingen achter de schermen. Als je ooit naar de andere kant gaat van de hemel. daar zal je het wel merken. Daar moet je tot dat inzicht komen. En dan zeg je: wauw. Nee. Oh, wauw. Echt maar. Maak je nou geen zorgen. Doe je best. Wees zachtmoedig. En wees mijn vriend ook, maar ook van je boze buurman. Heb je vijanden lief? Dat is er ook zo eentje. hele goede oefening voor jou. Nou, en dan zeg ik op zijn hamburg: tjus. En dag, lieve, hoopvolle broeders en zusters.